Cherini Martina, je wordt hier twee keer Nederlands kampioen, maar deze die staat wel even extra lekker, denk ik. Ja. Het is ook na al die ronden van 100 en 200, nu die finale, dus dit is mijn zesde race in deze dag en ja, het voelt heel goed. Kampioenschapsrecord, dat moet ook extra vertrouwen geven. Ja, en ik heb ook seizoenbest gelopen hier in Nederland, dus dat is heel goed, ik ben heel blij. Dus kampioenschapsrecord, seizoenbest en over minder dan 3 weken is hier natuurlijk de EK. Wat gaat daar dan gebeuren? Ja, gewoon maar sneller, alleen maar sneller. Weet je al welke afstanden je gaat lopen? Ja, ik heb hier beide gedaan, het ging heel goed, dus ik wil beide doen. Maar ja, ik moet ook kijken met mijn coach wat het beste is en wat past, wat niet past, maar ik ben wel klaar voor beide. Ik heb het hier bewezen en als coach zegt om te doen, dan ga ik het doen. En tot slot, je zegt beide, maar er is natuurlijk ook de 4x100 meter. Ja. In Rome ging het hartstikke goed. Hoe zit het daarmee? Ja, daarmee zit het ook heel goed. Salomon ook net gekwalificeerd voor Olympische Spelen in de 200. En hij had ook PB hier gelopen op de 100. Dus die jongens gaan alleen maar sneller. Dus het gaat heel mooi worden in de 4x100 ook. En dat in een vol Olympisch stadion? Ja, vol Olympisch stadion. Voor het eerst denk ik ooit voor atletiek. Dus we moeten het mooi maken voor onze mensen in mijn eigen achtertuin. We gaan het mooi maken. Tot snel. Ja.